verslag nu van de rally van Looi van Dirk Abrahams en Jacques Pijpen. Patrick Snijers met zijn vierwiel aangedreven Toyota Celica en Marc Duet met een BMW M3 waren de twee grote namen in Looi. Snijers reed in zijn achtertuin en ging van bij het begin zo weg van de anderen. Geen problemen meer met de overbrenging en mits wat rustigere starts pakt hij zowat 1 seconde per kilometer op Duet. Maar u ziet het, Duet die het in de WK-rallies uitstekend deed, kan met zijn achterwiel aangedreven BMW de schade niet echt beperken. Het is hard werken voor Duet. Maar een tweede plaats in Looi volstaat voor hem om zijn kansen op de nationale titel gaaf te houden. Meer nog, met een tweede plaats van Duet kan Snijers de titel vergeten. Renault Verrijd, ook Toyota 4x4, gaat erg snel, spectaculair ook, maar hij moet dat cash betalen. Hij verdwijnt nog de eerste dag met pech uit de wedstrijd. Valère van der Maase begint zijn wagen beter te kennen en kan aanvankelijk Snijers en Duet volgen, tot het ook voor hem te snel begint te gaan. Marc Soulet, moedig met een ex-ProDrive BMW, sloot de eerste dag af als vijfde, maar verdween vandaag met pech uit de wedstrijd. De Peruviaan Ferreiros, want dit was een internationale rally, ging ook al gisteren rusten, nadat zijn Lancia nog minder zin had dan hij zelf. Omer Sales deed de beste zaak in de groep N, dat zijn de showroomwagens of de standaardklasse. Luc Lenners was nogal zenuwachtig gestart met zijn Opel Kadett GSI, verloor veel tijd toen hij werd opgehouden door een concurrent en eindigde uiteindelijk tiende. Voorin werd er ondertussen plezier gemaakt voor Patrick Snijers, de snelste, en Marc Duet, die op de verharde stukken wat probeerde goed te maken. Valère van der Maase houdt zijn derde plaats voorlopig goed vast, maar wel op ruime afstand van de twee leiders. 2 Duet, 1 Snijers. Zo sloten we de eerste dag af. Jij wint vrijwel alles en toch ben je al vrijwel zeker dat je geen kampioen zal worden. Ja, dat is eigenlijk onlogisch. Hier gaan we waarschijnlijk winnen. Neem nu dat ik de Condors ook nog win. Dan heb ik 5 overwinningen op 6 en ik ben geen kampioen. Dat is iets wat eigenlijk niet zou mogen. Het is door het feit dat Mark enkele goede scores heeft in het wereldkampioenschap. Plus dan een tweede plaats in Ypres wat meer punten meebrengt dan een normale rally voor het kampioenschap. Ja, dat maakt dan dat hij meer punten vergaart dan ik. Ik kan niet tegen Patrick rijden in onverwacht en op slecht weer. Want hij heeft een moderne wagen die heel goed is op onverhard. Het is een vierwielaandrijving. Mijn wagen is geen vierwielaandrijving, maar mijn wagen is zeer sterk, zeer goed. En ik hoop, ik zal hier tweede zijn om de maximum punten te nemen. Maar ik moet ook tegen Valère van der Maas en andere piloten aanvallen. En het is interessant. Vandaag gebeurde nog weinig. Patrick Snijers en zijn co-rijder Danny Kolenbunders bleven de wedstrijd controleren en ze bouwden hun voorsprong op Duet Lopez nog verder uit. Ze wonnen in totaal 25 van de 33 klassementsproeven. Duet ging niet meer voluit en beperkte zich tot het veiligstellen van de voor hem belangrijke tweede plaats. Dat lukte hem. Hij strandde op 3 minuten en 42 seconden van Snijers. Valère van der Maase in de BMW M3 bleef zonder al te veel problemen derde. Een beetje spannend was de strijd om de vierde en vijfde plaats tussen de Fortiera Cosworths van de Finn Juu Mitinen en Paul Littard. Het verschil tussen die twee bleef beperkt tot 1 minuut of minder. Mitinen werd uiteindelijk vierde, Littard vijfde. De overwinning in de standaardklasse was voor Omer Sales, die zesde eindigde. Over de titel in groep N is nog niets gezegd. Die strijd zal pas in de rally van de Condros beslecht worden. Tweede in groep N was Guy Kolsoel in de Mitsubishi Galant, een knappe prestatie. Op het podium Patrick Snijers en Danny Kolenbunders. Winnaars in Tessenderlo voor de tweede opeenvolgende keer. Maar de titel mogen ze vergeten.